De Carrette jongens hebben we gezien op de 800 meter. We maken ons nu op voor de 800 meter bij de scholieren vrouwen. En daar staat er behoorlijk veel op het spel, want de plekjes voor de Memorial, de Youth Memorial van Damme, die liggen nog niet vast. Een paar atleten die vandaag in actie komen, die kunnen zich nog plaatsen voor die Youth Memorial. Met bijvoorbeeld Maaike van der Kruisen die daar op de 13e plaats staat momenteel. Elke de Dobbelare van Duffel, 2:24.68, staat op 16. We zien de atleten klaarstaan voor die eerste reeks. Lise Musseli die nog even de instructie krijgt waar ze precies naar binnen mag komen. Lise Musseli in baan 7 van Riemen. In de buitenbaan zien we Demi Daalman van Lebbeke. In de binnenbaan voor Racing 10 en Britt Aerts. Voor de Demer Mari Tijdgat. Voor Zuidwest Amélie van Assen. Voor Duffel Elke de Dobbelare en voor A-agent Anneloek Lodewijk. Ze zijn eraan begonnen met meteen de atleten van de Duffel, Elke de Dobbelare. Snelste tijd is hier voor Marie Tijdgat van atletiekclub De Demer in het groen. In een tweede positie momenteel, 2:23 liep zij dit seizoen al. Daar in het spoor van de Duffelse Elke de Dobbelare. Groepje van 3 scheidt zich af. Met ook Amélie van Assen van Atletiek Zuidwest in derde positie. Elke de Dobbelare die daar nu naar de eerste plek gaat. Gevolgd dus door Marie Tijdgat. Elke de Dobbelare heeft enkele meters op Marie Tijdgat. Gehad. 2:24.68 is de beste tijd van Elke de Dobbelare. En het is Amélie van Assen die daar voorbij de atleten van de Demer gaat. En die nog een poging doet om Elke de Dobbelare te remonteren. Benieuwd of de Dobbelare nog een eindsprint in petto heeft. Dat lijkt niet zo te zijn, want het is Van Assen die nog naar de overwinning loopt. Marie Van Assen dus op de eerste plaats. Amélie Van Assen van Atletiek Zuidwest. 2:24.58 had zij als persoonlijke beste. Net als daarnet dus een atleet die uit de achtergrond terugkomt en die de eerste twee atletes nog voorbij gaat. Daarnet zagen we dat met de man van Lierse. Nu zien we dat met Amélie van Assen. Thank you.